Wat een pokken weer, jongens. Een koud, vies weer. Maar dit is wel dik, dikke shit. 911 Turbo, zo eerste. Hey, Lammertink. Ja, joh. Deze? Ben je niet goed wijs of zo? Wat dan? Ja, misschien kijken we naar scheid weer. Er gaat dan niet een auto rijden nu. Niet? Nee, dat is jammer. Kijk eens om je heen, man. Ijskoud, ligt allemaal zout op straat. Waarom ben je op de fiets? Ja, wat denk jij? Elektrisch. Ja, dat wel, hè. Eindelijk, ik heb hem betrapt. Yes! Niet over lullen. Naar binnen dan maar, hè. Ga koffie zuipen. Juist. Ik moet schijten. Ben je? Ja, heel erg. Gelukt? Zware bevalling. Ja? Ja. Hé, hey, ben je een beetje in mijn kast aan het zitten snuffelen? Nou ja, ik zie dit hier zo liggen. Wat is dit? Ja, nieuw projectje. Gaaf zeg. Ja, dus dit is echt... vintage label. Ja, ja. Lammertink ja, vintage. Dat is echt porno. Ik zal beneden even het gluren, maar deze staat er nog niet. Nee, die zit nog in mijn kop. Ja? Ja, en dat is hij. Zo moet hij worden. Mooi, nou, eigenlijk man. Mag je er nog helemaal niet naar kijken, maar ja. Oh. Je hebt alweer een primeurtje te pakken, zie ik. Mooi man. Ja. Wat is dat exact, Lammertink Vintage? Dit is eigenlijk, als ik het heel eerlijk zeg, vol gas gejat. Het is een backdate en het is een, het is hype op dit moment. En je weet, iedereen heeft het referentiekader liggen bij Singer. Ja, Californisch. Ja, heel ver van je bedshow. Want? Schreeuwend duur. Schreeuwend duur, dat is één. Ja, het is ook duur. Als je kijkt hoe verschrikkelijk veel werk erin zit om zo'n auto te bouwen, dat is onvoorstelbaar. Als je net kijkt, die 80% die haal je zo, die laatste 20% daar zit het in. Ja, ja, ja. Maar jouw historie is racen, auto's prepareren om wedstrijden te winnen, onderhoud doen ja. Aan gewoon gangbare Porsches, ja. Restaureren. Ja. En toen dacht je, er mist er nog eentje, ik ga backdaten. Ja, weet je, ik heb al zoveel auto's gerestaureerd, geprepareerd, gekke dingen mee gedaan. Ik denk, dit vind ik wel heel gaaf. Maar toen ben ik gaan kijken, en ik heb dat boek daar ergens liggen, hoe Singer dat deed. Ja. En hoe die zijn begonnen. En eigenlijk ben ik net zo begonnen toen. Ik heb dat boek gekocht, ik heb ernaar gekeken. Ik denk, jeetje mina, waar zit daar een tijd en research in? Dat heb ik gedaan. En dat heeft een jaar of vijf geduurd. Nou, toen was ik de eerste klaar. Ja. Maar jeetje mina, zeg, waar loop je tegen dingen aan? Maar hoe kan het dat wat jullie bouwen, je hebt inmiddels al wat helemaal vol volgens mij. Hè? Ja, het blijft maar doorgaan. Maar hoe kan het, en daar in Californië doen ze dat ook goed, kan het dat mensen dat nou zo per se willen hebben? Nou, als je alles al hebt, ja. Heb je dit nog niet. En dat is mooi. Ja. We hebben een concept bedacht en binnen het concept kan jij helemaal losgaan. Hier zie je wat voorbeeldjes liggen, wat lapjes leer enzovoort. Maar er komt zoveel meer bij kijken. Ja, dus alles kan. Kleuren, ja. De bekleding, heel de bende. Het gekke is, hij wordt maar één keer gebouwd. Ja. Eén. Ja? Dat is wat het uniek maakt. Je kan niet zeggen, doe nog maar zo één of doe maar zo één. Dat doen we niet. Dat hebben we afgesproken met onze klanten. Ja. Dat wat we bouwen, bouwen we één keer. En het krijgt een circuitnaam. En die circuitnaam, ja, dat liggen mijn roots. Ja. Dat vond ik gaaf. En, is Zandvoort al gebouwd? De Zandvoort staat hier ergens, ja. De Zandvoort is gebouwd, ja. Ja. Waar ik eigenlijk ook nog assen, waarschijnlijk. Ja? Ik weet het niet. Ja. Hey, wat zijn dat voor mensen die zo'n auto willen hebben? Het zijn toch wel de mensen die een beetje weten hoe het werkt in de wereld. Ja. Die zich dit kunnen veroorloven. Ja. En die het ook vooral leuk vinden. Kijk, je kan gewoon naar de Porsche dealer gaan, koop je een nieuwe Porsche. Er zijn 100.000 modellen wat je kan doen, maar je bent niet uniek. En die heb je al. Nou, dan moet je zo'n ding erbij hebben. Hey, en dat hele bestel- of aankoopproces, dat is waarschijnlijk precies het tegenovergestelde van hoe het nu gaat. Online kijken welk auto je wil, klik, afrekenen. Exact de andere kant van de lineaal? Ja, we hebben wel een website. Er staan wel heel veel dingen op. Daar kan je hem ook wel een klein beetje configureren. Ja. En wat je leuk vindt. Maar er komt zoveel meer bekijken. Hey, en neem je die mensen ook even mee in het hele Twentse leven? In jouw manier van leven? Mijn customer journey. Ja? Ja, dus gezellig eten en drinken? Ja, dat wijkt af van de computer. Ja, ja, ja. Ja, dat is wel een beetje zoals het werkt, hè? Ja? Ja, een stukje vlees doet wonderen. Dus dit sampletje. Ja. Deze auto. Ja, daar doen we dus het streepje erop. Dat zit er nu inmiddels ook op. Daar heb ik allerlei verschillende kleuren van. Dat kan je dan eigenlijk samenstellen. Maar dit is eigenlijk die auto geworden zoals die daar staat. Het is dan wel een Targa, omdat we die dingen
alleen maar zo hebben. Ja. En dan, dit zijn de kleurtjes leer. Dus eigenlijk komt er een sampletje. Uiteindelijk is het deze geworden, maar hij is statisch. En dit loopt allemaal rond. En als je dan in het licht houdt, dan heb je eigenlijk een beetje in de gaten hoe zo'n auto gaat worden. Dus dat is dit. Hier heb je de lapjes leer. Dus dit is dan weer bijvoorbeeld suède. Een stukje gewoon leer. Een ander kleurtje. En dit voor op de bodem. En hij wordt geweven en dan wordt het dat. Nou, dat zit dan in die auto. En dan, dan moet ik een motortje bouwen. Maar een gemiddeld motortje bouwen duurt 160 uur. Ah joh. Ja. Ik wilde wel even zien. Toen jij naar dat kleine kantoortje ging, zag ik ook nog een oranje staan. Dat is ook een Lambertink Vintage, hè? Daar in de hoek beneden. Ja, ja. Dat is onze demo. Ja? Ja. Wijs jongen, wat leuk. Kom, kunnen we eens bekijken? Ja, we gaan even kijken. Kan zeker niet rijden, hè? Ja, nee, gaan we niet rijden. Nee. Ik wil gewoon niet op de fiets. Met dit elektrische fiets. Niet onder die lamp gestaan, hè, met je kale kop. Nee, ja, dat gaat glimmen. Ja. Ja, jongen. Het alles door. Ja. Ga jij maar bij die kerstboom staan. Hey, wat is nou de kern van een Lambertink Vintage? Wat is de basis van zo'n auto? Wat moet het dan voldoen? Dit is een 964. Ja? Moet het altijd een 964 zijn? Ja. Dat is, dat is de kern van... Ja, dan, dat is de laatste eigenlijk uit de serie van de oorspronkelijke 911. Daarna kreeg je een 993. Ja, een compleet andere voorbouw. Maar wat ik jou wil zeggen is, eigenlijk zeg je, dat is de laatste echte... Eigenlijk wel, hè? Of niet? Ja, 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 ja. Dus die wil je specifiek, die, want dat is het beste... Van al die generaties geweest? Eigenlijk wel. Ja? Ja, maar we pakken wel wat mee uit de 993. Dat is de versnellingsbak. Oké. Okay. Er zit een zesbak in. Juist. En kan je hele leuke dingen mee doen. Dus je haalt het beste van veel werelden. Ja. Ja. Maar de basis is die 964. Die 964. Ja. En die ga je dan backdaten. En backdaten is feitelijk optisch ouder maken. Ja. Met moderne techniek. Juist. Ja. En dit is allemaal carbon. Dit is uit veiligheidsoverweging gewoon staal gelaten. Ja. Maar de achterkant, de bumpers, het is allemaal carbon. Deze kan je van aluminium pakken, maar daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. We hebben eigenlijk gewoon van staal gemaakt, gat erin gemaakt. Het heeft ook allemaal nut. Mm-hmm. Dit is een snelvuller uit de Le Mans tijd, uit die jaren. Ja. Ze kwam er een hele grote trechter in en werden dus melkbussen met benzine ingekiept. Toen? Ja. Ging wel eens wat overheen. Ging wel eens wat in de fik. Maar dat had effect. En dat oliedopje hetzelfde. Tijdens een 24 uur race moest er wel eens een klokje olie bij. Deed je dat achter, dat één grote bende. Dus kon je heel snel daar even olie bij vullen. En zo zit heel die auto, de hele filosofie, is gebaseerd op dingen van toen. Juist. Het ducteeltje, maar dan een ander vormpje. Het roostertje erin. Nou ja, het taargeimbleempje natuurlijk. Die spiegeltjes, dat waren de Talbot-spiegels eigenlijk van vroeger. Meen je dat? Ja. Maar dan ook even een sausje eroverheen gegoten. Ja. Er wordt hier in het dorp gemaakt, bij een gieterij. Ja? Ja, en het werkt allemaal, touwtjes erin, spiegeltje werkt mooi. Maar dat zijn dingen, jongen, ik ben er zo lang mee bezig geweest om het voor elkaar te krijgen. Hey, en die klant die bij jullie komt, die hoeft natuurlijk niet iets mee te nemen. Jullie doen dat hele traject. Ja. Jullie hebben de donorauto en dan ga je zitten en praten. Nou ja, concept bepalen. Dus het concept staat hier. Dus dit zijn de schermen, dit is de vorm, dit zijn de lampen. Je kan zeggen van ik wil dat ding wel of ik wil hem gewoon daar hebben zitten. Dus alles kan. Ja, alles kan. Maar jij bent natuurlijk de man van het hart, van de aanpassingen. Ja, zeggen ze. Dus dat is het grootste gedeelte zeg maar, waar je echt in losgaat? Ja, vind ik wel. Ja? Maar dat was niet zonder slag of stoot natuurlijk. Want een luchtgekoelde motor. Ik ben eigenlijk dat luchtgekoelde heb ik niet heel lang wat mee gedaan. Maar we zijn gelijk eigenlijk met die dingen aan de gang gegaan. Met die watergekoelde raceauto's. Ja, je bent te jong. Maar toen dacht je, ach, luchtgekoeld, allemaal mooi. Maar dus die inhaalslag om daar een 4 liter motor van te bouwen, die heb ik moeten doen. En dat zijn allemaal spullen. Daar een beetje liggen volgens mij, of niet? Ja, dat zijn allemaal basismotoren. Maar dat zal ik je zo wel laten zien, want het is niet zomaar gegaan. Dat was echt best wel een opgave. Want waar laat je je spullen maken? En wanneer heb je de goede spullen? Ja. Nou, er zijn echt heel wat motoren op de proefstand gesneuveld voordat je het echt voor elkaar had. Dus achter dit hele mooie ding wat je hier ziet, er zit enorm veel ontwikkeling achter. En tijd die we erin gestoken hebben. Maar wat is nu de grootste motor, luchtgekoelde motor, die je kunt bouwen? Want daar zit hem ergens. Op een gegeven moment kan het niet meer, hè? Nee, want dat heeft te maken met heel veel dingen. Porsche is tot 3,8 liter gekomen en daar zijn ze gestopt. Wij zijn gegaan tot 4 liter. Toen zijn we verder gegaan. Denk, hey, als ik dit en dat ga veranderen, heb ik 4,2 liter. En mijn allerlaatste, en je zag er net al een dingetje boven liggen, wat een 4,3 liter. Op met 4 kleppen.
En dan ben je eigenlijk klaar. Want je hebt punt 1 niet meer vlees waar je nog in kan boren en wat je kan opofferen. En punt 2, dat heet in het Duits het schlepmoment wordt steeds groter. Dus het effect van dat extra cilinderinhoud wat je toevoegt, dat wil niet zeggen dat het inherent is aan extra veel vermogen. Want die motor die gaat ook steeds meer tegenwerken. Dus het slipmoment wordt steeds groter. Mm-hmm. Dus het heeft op een gegeven moment ben je klaar met 6 cilinders. Ja, hoeveel toeren maakt van eens? Of 4.3? Zou die als ik die 4.3, ik heb hem al gehad in water gekoeld, dan zat hij op 9600 toeren. En dat houdt hij gewoon... Dat is meer dan kippenvel, hè? Ja, daar komt daar gaan veren op groeien volgens mij. Ja, ik, kippenvel per veren. Ja, dat wordt echt spannend. Ja, dat is echt een geluid, jongen. En dan, weet je, je hebt dat ding gezien en dan komt dat inlaatgeluid, dat komt dan daar vandaan. En dan heb je daarachter heb je dus een glazen plaat, eigenlijk een beetje Ferrari-achtig, waar je die motor ziet zitten en dan waar die toeters onder zitten. Nou, moet ik nog meer uitleggen? Maar je bent een klein kind van, ja, met die toeters, dat is ook zo'n verhaal weer, hè? Ja. Hoe zit dat? Ja, die toeters, dat is less is more. Dus er moet minimaal op zitten, maar wel het nodige. Dus je ziet een verstuivertje zitten, dat heb je nodig. Je ziet erachterop zie je een potentiometer voor je gasklepstand. Dat heb je ook nodig. En daar zitten wat veertjes aan. Dat is wel handig als je het gas loslaat, dat die kleppen ook weer dicht gaan. En daar zijn we mee begonnen. Nou, dan ga je zo'n motor laten lopen en dan ga je weer verbeteren, improven. En ik heb nou net de laatste versie, net weer klaar. Die heb ik in mijn motorenhok liggen. Die zal ik je laten zien. De dingetjes die we weer veranderd hebben, om hem nog weer te perfectioneren, beter te maken. De Porsche paspoort, dat heb ik al vanaf 1986. En al die trainingen, die kwamen stempeltjes in. Dat werd door iemand door de fabriek werd het gedaan. En het andere ding wat er staat, die gele, dat is dat was een trofee eigenlijk. Hè, toen je certificeerde Porsche Classic Techniker werd in 2016, was ik een van de eerste 6 in de wereld die zo'n ding kreeg. En dat hebben we in een museum gehad, ergens bij Stuttgart in de buurt. En daar was dat hele clubje, maar daar kwam iedereen bij. Moest je kijken, Alexander Fabi, die heeft nou een hele hoge functie ergens binnen Porsche gekregen. Stefan Lutz, en er waren nog van die prominenten waren erbij. Eén groot feest. Ja? Dat was dat gaaf. Ja, ik heb er nog ergens foto's van, maar ik kan me niet veel meer van herinneren, moet ik zeggen. Ah, dat is een mooie tijd. Edwin, dit is gewoon restauratie. Dit is een 2,5 ST. Je ziet, hij is wat dikker. Ja. Hij is helemaal nagemaakt. En er werd heel veel gedaan. Er werden setjes gemaakt. En dan was dat polyester. De meeste, 9 van de 10. We hebben hem van staal gemaakt. Hij heet duurzaam. Wel zo gehoord, hè? Ja, al die flauwekul. Maar wij vinden het gewoon mooi. Staal, bam. Ja. En dan die raadlauf, voor en achter, is anders dan van een turbo. Net weer een maatje smaller. Ja. Maar dat moet je allemaal uitzoeken. Dat is heel veel werk. Oh, het is het maken, het is het zoeken. Ik heb ooit eens een keer een paar rondjes gedaan in Sicilië. Ja. Nou, dit is de replica. Nummer 8. Dit is de replica van jouw replica. Ja, hè? Ja, dat is het verhaal, hè? Ik denk het. Ik ben bang van wel. Maar dit is dus exact gewoon volgens de homologatie 3053 nagebouwde auto. Wat is 3053? Dat is de homologatiepapier via homologatie van deze auto. Exact gemaakt, dat is de gins op die foto. Dus de Targa Florio auto waar jij mee gereden hebt. Ja. 2,8 RSR. Maar ook niks illegaals. Gewoon origineel, ik heb het motortje daar liggen, 2,8 RSR, punt. En dan gewoon de homologatie erover los. Kijk, het is allemaal geschilderd. Ja, ik wil dus net zeggen, dit is... Ja, dat was vroeger. Ja, hè? Dus als je daar gaat staan, is het heel mooi. En als je erbij gaat staan, die vent was hartstikke dronken. Ja, maar hoort... doe maar. Ja? Ja, zoek nu eens iemand die dit kan schilderen. Ja. Die man die stond er echt zo, met zijn arm zo, die streepjes te trekken. Zijn hond lag ernaast. Meen je dat? Ja, dan nam hij een slok whisky en dan ging hij weer verder. Super. Wijs ding, zeg. Kijk, het brandblusje, Heintman. Ja, het zat er vroeger toen, in. Dat was toen. Het is gewoon een sparkelblusser, maar die stickers zaten er vroeger op. Ja? Zo ver en zo het. Ook die leidingjes exact helemaal nagemaakt. Helemaal nagemaakt, zoals het moest. Ja? Ja, vind ik mooi. Voor de klant. Ja. En dit dan? Vintage is altijd 9-11? Altijd 9-11. Ja. Dit is geen vintage, dit is gewoon een restauratie. Maar dit is weer een creatie van een klant. Die wilden een 916 hebben. Ja, en een 916 zijn er 6 van gebouwd ooit. Die gebruikten ze, Porsche voor Le Mans natuurlijk. Het is een 914 in basis, er waren al die dingen. Dan had je een 914-6 met die bolle spatbordjes. Ja. Origineel nog van Porsche, kon je nog gewoon nieuw kopen. Nieuw holstok. Ja, daar lagen er nog een paar. Ik zeg hier met die dingen. En je ziet een 914, die had geen. Die had een open dakje. Ja, dus een targa-dakje. Ja, deze vaas dak. Dan met die carrosserie stijver.
En zo heeft Porsche dat gemaakt voor Le Mans. Daarachter ligt de motor. Want ja, weet je, het waren 6 cilinders. Die 4 liters die hadden we al. Ik denk, ja, waarom stop ik hem hier niet in? Meen je? Dus ja, yes? Zo'n ding met de 4 liter. Gaat op zijn achterwielen weg. Leuk. Ja, en die bak die is dan klaar. Dat is een R915. Ja, maar die moet dan andersom in die auto. En dan moet je een paar trucjes doen. Anders gaat die 5 keer heel snel achteruit in plaats van vooruit. Dus dat is allemaal ook geregeld. Hoe lang ben je hiermee bezig? Bedenken, nou, dit is wel een heel moeilijk ding. Niks is hiervan. Alles moet je maken. Hmm. Bedenken in het werk. Er is heel weinig beeldmateriaal van. Hoe ze deden, wat er veranderd werd enzovoorts. En ja, dat hebben we allemaal zelf moeten maken. Het is best wel een klusje eigenlijk. Maar dit is vintage. Dit is vintage. Kijk. Edwin, ik hoor dat het lakwerk. Ja. Het is eigenlijk prachtig, maar dat is hartstikke moeilijk, hè? Om nu nog iemand te vinden die het perfect kan. Jij wil alleen maar perfectie. Eigenlijk wel, hè? Ja. Maar zoek eens een spuiter die zegt, ik spuit nog hele auto. Die zijn er niet meer. Nee? Nee, een bumpertje, een spuitbordje, een spuiter hier. Ik heb er nog een paar, daar ben ik zuinig op. Die spuiten nog auto's. En voor de rest is het eigenlijk alleen maar verzekeringswerk. Een spatbordje, een bumpertje, er zit veel te veel tijd in. Dus die liefde is er niet? Het is allemaal perfectiewerk geworden. Wij zijn van de maatpakjes. Wat is jouw eis dan, hè? Als ik dan zo zit te kijken? Nou, als je naar die lampen kijkt, dan moet daar een rechte streep zitten. Zie je dat? Ja. Die lampen. Nou, dat verraad je al. Hey, goed spul of hij... Ja? Kijk eens naar een nieuwe 911. Zet die eens op deze hoogte, of op ooghoogte, loopt er eens langs. Dan denk je, ding heeft onder de trein gezeten. Ja. Kilootje verf, maximaal. Maar dat mag ook nog eens niks kosten. Nee. Het wordt allemaal machinaal gespoten. Dit wordt gewoon gespoten door gewoon een spuiter. Ja. En daar gaat denk ik een kilootje 5 van lak op. Hoe lang werken jullie aan zo'n auto? Ongeveer? Nou, nu is het concept klaar. We hebben veel dingen al op voorraad. Prefab gemaakt, ik denk 1,5 jaar. Ja? Ja. 1,5 jaar, vol gas. Hey, en dan tussendoor komt die klant af en toe nog eens een keer op zijn Twents gezellig Bourgondisch met jou leuke dingen doen. Ja. En dan zit er een bakje in en zegt, hey, maar ik wil toch iets anders? Kan, nou ja, als het, weet je, het leer bijvoorbeeld, daar zit een maand of 6 leeftijd op. Ja. Dus als je nou halverwege nog eens een keer wil gaan switchen, ja, dat wordt moeilijk. Ja, precies. Maar qua motorconcept en zo, als je zegt, ik wil die trompetten erop hebben, die aanzuigtrichter in het Duits, of een aanzuigbrücke, ja, daar kan je nog wel kiezen, want die heb ik gewoon op voorraad. Alleen die trichter, dus die trechters, die hebben veel meer vermogen dan een brücke zoals deze. Maar het is wat gedistingueerd. Als je ook kijkt naar de layout van deze auto ten opzichte van die, dat is hardcore. Dat moet je zien als de RS. Ja. Dit is de RS Touring. Met de lijstjes erop. Ah, okay. En onderlangs het aluminium stukje. Dus ook daar heb je allerlei mogelijkheden. Maar dit is hier loopt het er net de broek. Dus hier dit is een moderne variant van de Golf eigenlijk. Ja, het is een Golf layout. Maar als je kijkt, daar zit schelp in verwerkt in die lak. Als je dat zo ziet. Parlemoer. Ja. Zie je dat? Maar dan moet je het licht er even op een goede manier op hebben zitten. Dan zie je een soort parlemoer. Maar dat zit zelfs hier in het streepje. Hierin en hierin. Dus alles is echt tot in detail. Maar dan kan je de onderkant ook gelijk zien hoe we dat doen. Als je een 964 pakt, ja, dan kan je er zo weer onder ploffen. Ja. Of je geeft het even een beurtje. Ja. Dus alles is even gedaan. En we hebben het behandeld. Het is dus allemaal verbeterd. Ja, maar dit is gecoat. Ja. Vroeger was dit gewoon blank aluminium. En dat ziet er na een half jaar niet meer uit. En dit is, noem het maar, verduurzaamd. Dit blijft. Dit is allemaal weer mooi gepassiveerd, zoals het vroeger ook was. Doe je nog dingen met de setup? Ja. Eigen dempertje erop. Kijk, wat je hier ziet bijvoorbeeld, als je kijkt naar die upright. Ja. Nou, die is helemaal gepassiveerd. Dat is nooit geweest. Porsche deed het gewoon eronder en dan ging het roesten. Maar dat zit aan de onderkant, dat zie je niet terug. Als je verder kijkt, zie je een dempertje. Die is van ons. Ja? Ja, instelbaar. Een knopje op. Hieronder, hier kan je hem instellen. Dus de dempingskarakteristiek, je kan comfortabel en snoeihard. Als je even zegt, ik ga even lekker een rondje in Noordslijven doen op zondagochtend. Draai hem er even bij, rondje zetten, klaar. En nou, als je verder kijkt onder die auto, alles is even geweest. Hè. De leidingen zijn eronder vandaan geweest, een nieuwe benzinepomp, schakelsysteem. Nou, dan ga je verder naar achteren, dan zie je het motortje. Ja. En dan zie je hier die draagarmpjes, die zijn weer van ons. Want hier zit normaal een rubbertje in, hier zo. Nou ja, dat is allemaal. Dat is beweging. Dat is beweging, dat moet je hebben. Die auto moet snoeihard, het is hardcore. En waarom? Ja, als je daar 400 pk in stopt, je komt van 250, dan is het allemaal een beetje zo. Dit is tweewieldrijf, dat moet wel een beetje in spoor blijven. Ja. Dus dat doe je hier weer mee. En dan ook weer het dempertje. Dat is ons eigen sausje, staat ons eigen merk ook op. Nou, het uitlaatje,
het motortje. Dit is dan overigens is de laatste, is een 4,2 liter. Die dingen. Op welke dan... ben je het meest trots? Want je hebt er best wel wat gebouwd. Is dat dan deze? Ja, weet ik niet. Ik vind ze allemaal wel mooi. Ik vind weet je wat het is? Het is een proces. Je bouwt aan die dingen. En op het moment dat je ze klaar hebt, moet je ze gaan afleveren. En dat is een momentje van rouw. Ja. Dan gaat hij weg. Afscheid nemen. Ja, afscheid nemen. Je bent er met vol overgave, met het hele team, hè. Zijn we daarmee bezig. En op het moment dat hij zegt, nou, nu is hij voor jou. Ja. Ik hoop dat je er zuinig op bent. Ja, dan moet je dat maar afwachten. Ja. Ja, maar je hebt wel binding met je klanten, want zoveel zijn het er niet, hè, die nee. bouwt. Ja, we kunnen niet meer aan. Nee. Als ik echt werkboom, of weet het, als ik echt reclame zou gaan maken, of ik zou op multimedia giga er tegenaan gaan, ik denk dat ik overwerkt zou worden. Dit is een hobby, hè. Ja. Ik vind dit leuk om te doen, maar het moet vooral niet dat ik er heel veel stress van krijg. Dit is wat ik nog leuk vind. En ik ga niet... Stel dat je nog een backorder hebt van net zoals Singer, dat je 70 auto's in de min loopt. Ik zou geen nacht meer verzoenlijk slapen. Nee. En dan wordt het ook, dan is het ook gewoon een... Ja, dan gaat het werken lijken. Ja. Zo'n donor. Dat is een donor. Daar begint het mee. Ja. Kom binnen. Ja. En dan? Slachten. Je meen, hè? Ja. Alles eraf. Dat ging echt, de eerste jongen, dat er dus, ik ben echt Porsche liefhebber, dat daar de zaag in moet. Dat deed me zo'n pijn. Maar als er eenmaal de zaag in zat, denk ik, hey, volgende stap, nu wordt hij mooi. Ja? Ja, dan gaan we dat doen. Maar dat deed ik ook niet zelf, hè. Ik heb plaatwerkers, maar dan ga ik even weg. Moet niet bij zijn. Nee, hè? Nee, dat kan ik niet. Nee. Waar moet hij al voldoen? 964. Dat is alles. En nou ja, een barrel. Ja. Want die dingen worden zo verschrikkelijk duur. Ja. En dus je moet eigenlijk het goedkoopste hebben, onderkant markt, want je flikkert alles weg. En dan is eigenlijk, ja, nou ja, dan ga je maar beginnen. Dat is er eentje, die is bijna klaar. Die wacht op mij. Is dat toeval dat het wat vaker een targa is? Nee, eigenlijk niet. Geen toeval? Nee, ja, dat is een specifieke wens. Ja. En weet je, targa's die zijn ten opzichte van toen ze nog actueel waren, de duurste. Ja. Vroeger was de cabrio de duurste, dus nu de goedkoopste. Cabrio's zijn er zat. Meen je? Ja, die zijn eigenlijk relatief goedkoop. Ja. Nog steeds. Maar de coupeetjes en de targa's... onbetaalbaar aan het worden. Hé, hey, waar wil je naartoe met het merk Lambert Inc. Vintage? Ja, we moeten er nog eerst een stuk of 8 bouwen. Ja. En we gaan, ja, dan ga, ja, je hebt net al het tipje van de sluier gezien. Dat zijn toch wel de creaties waar ik mee verder wil. Ik blijf niet stilzitten. Kan ik niet zo goed. Nee. Eigenlijk. Iedereen kan hier komen met een idee. Moet je eventjes de Lambert Inc. Condities aanvaarden. Ja, maar... naar het café en lekker eten. Ja, en ik had eigenlijk, want ik ga er straks weer druk van worden. Ik had mijn zaad moeten laten invriezen, denk ik. Ja. Emmers vol verspild. Kan nog? Ja, ik heb het bijna op, joh. Ja? Ja, ik denk het wel. Een paar laatste druppels, ben ik zuinig op. Ja, je hebt niet het eeuwige leven, nee. Dat wou je zeggen, hè? Nee, nee, dus ja, weet je. Ja, het klokje gaat ook tikken. Ja, ja, dus, ja. Ik weet het niet. Ik heb nog zoveel ideeën, wat ik nog wil. Honderden ideeën. Hey, laatste dingetje. Singer, we begonnen ermee. Je hebt daar gewoon naar gekeken. Ja. Doe je het beter? Weet ik niet, nee, dat weet ik niet. Ik stel gewoon nog een keer de vraag. Doe je het beter? Weet ik echt niet, mag jij zeggen? Ik hoor, ik heb onvoldoende stand. Ik hoor dat mensen zeggen, die luisteren, die zeggen, ja, het is beter. Want dat wat je niet ziet, is bij jou ook perfect. En dat zou daar, maar ja, goed, hoor ik. Ja, hoor dat ik, hè? Is goed. In als je dat hoort, is het goed. Dan, ja? heb ik denk ik mijn werk goed gedaan. Ja, dat is, weet je, wanneer doe je het goed? Als je het voor jezelf goed hebt gedaan en een ander vindt het ook goed. Ja. Dan is het goed. Want de perfectie stopt niet bij dat wat visueel aanwezig is. Nee, de perfectie is ook op plekken waar geen ogen meer komen bij jou. Ja, zeker. Het moet. Ja? Ja, moet. Want ik moet het zo zien. Als die auto eens een keer ergens anders in onderhoud komt en ze gaan ermee aan het schroeven en ze halen zo'n ding los en ze denken van tjee, die zijn ver gegaan. Ja. En dan vind ik het goed. Ja. Dus ik moet kijken door de bril van een ander. Mooi, ja. En dan is het goed. Ja. Kunnen we van de zomer dan wel een keertje rijden? Zeker. Ja? Ja, dat gaan we doen. Okay. Nou, nu is het lekker op fietsje. Goed.